In 2012 is er binnen de VTW een discussie ontstaan over een geschiktheidstoets voor commissarissen. Het bleek dat de vereniging verdeeld was over de nut en de noodzaak van een geschiktheidstoets. Daarom is er een VTW-commissie in het leven geroepen. Verbetering kwaliteit intern toezicht coöperaties. En voor deze commissie is er een onafhankelijke voorzitter gezocht. Die is gevonden, dat is Jaap Winter, een governance guru, om zo te zeggen. En deze commissie heeft nu een advies uitgebracht met een aantal aanbevelingen. En we zitten nu bij Jaap Winter om hem een aantal vragen te stellen over dit advies en de commissie. Dag Jaap, waarom heb je ja gezegd tegen het voorzitterschap van deze VTW-commissie? Ja, ik ben al een tijdje bezig geweest met de governance bij woningcorporaties. Ik mocht voorzitter zijn van de commissie die de eerste governance code opstelde. En voel me eigenlijk toch wel verantwoordelijk om te blijven nadenken hoe de governance bij woningcorporaties zo sterk mogelijk gemaakt kan worden. En deze vraag hebben jullie mij gesteld. Ik vond het leuk en interessant om te kijken of we samen naar een goed advies kunnen schrijven. Kun je in het kort het proces beschrijven van de discussie in deze commissie? Dit uiteindelijk hebben geleid tot het advies? Ja, we hebben in het begin uitgebreid gesproken over wat precies de opdracht zou moeten zijn. Je noemde al de aanleiding is de vraag of er een geschiktheidstoets moet komen. En we hebben dat eigenlijk die vraag wat gekanteld naar, maar wat is nou eigenlijk nodig om echt goed toezicht binnen woningcorporaties te hebben? Daar hebben we de eerste keer aan de telefoon uitgebreid over gesproken. Vervolgens zijn we met die opdracht aan de slag gegaan. We zijn 3 keer bij elkaar gekomen. En hebben vervolgens een conceptadvies opgesteld waar we per e-mail en soms per telefoon nog over wat heen en weer getikt hebben. En uiteindelijk afgemaakt en het advies naar het bestuur gestuurd. En zag je in deze commissie ook de verdeeldheid binnen de vereniging terug? Iets wel. Wat je in het algemeen merkt, de grote aarzeling over een geschiktheidstoets. Hè. Wat gaat dat nou opleveren? Die vraag die was een hele dominante in de commissie vanaf het begin. En daar hebben we in ons advies ook wel op die manier aandacht aan besteed. Of dat nou echt de verdeeldheid was, ik had meer het gevoel dat iedereen wel zo zijn aarzelingen heeft. En dat zie je nogmaals, dat zie je terug in ons advies. En wat zegt het advies over de geschiktheidstoets? Ja, we beginnen dat met proberen de juiste vraag te stellen. Wat de geschiktheidstoets eventueel kan doen, is zorgen dat mensen die niet kwalitatief aan de maat zijn, die inhoudelijk niet voldoende ervaring en kennis hebben om mee te doen op dit niveau bij woningcorporaties, dat die er ook niet doorkomen. En mensen die in het verleden integriteitssituaties hebben meegemaakt, die zouden er ook niet moeten zitten. Daar kan de geschiktheidstoets iets nuttig toevoegen. Alleen het grotere probleem, zoals wij het zien als commissie, is dat daarmee nog niet bewerkstelligd is dat een raad van commissarissen, een raad van toezicht, samen met het bestuur ook goed functioneert. Daar biedt een geschiktheidstoets geen garantie voor. En wij hebben vooral willen nadenken over wat moet je eigenlijk allemaal hebben en hoe moet je dat ordenen en hoe haal je de vrijblijvendheid eruit om datgene wat nodig is om daadwerkelijk effectief te functioneren, te stimuleren. En daar staat ze ook in het advies. Ben je tevreden met het uiteindelijk advies? Ja, ik denk dat het een goed advies is. Dat kun je misschien ook niet echt anders verwachten als antwoord van de voorzitter van de commissie die dat advies net heeft uitgebracht. Maar ik geloof dat het een vrij compleet beeld schetst van waar het bij de kwaliteit van toezicht over gaat. En wat ik heel belangrijk vind, dat het de toon ademt en op allerlei punten ook concrete aandachtspunten geeft om duidelijk te maken dat het niet meer vrijblijvend is. Governance is niet iets wat leuk is, waar je een beetje op moet letten en daarna ga je weer over tot de orde van de dag. Het is iets wat serieus is, waar commissarissen en bestuurders daadwerkelijk oprechte aandacht aan moeten besteden. Kun je het advies en de aanbevelingen in het kort even langs gaan? Ja, ik zal ze niet allemaal individueel noemen. Er zijn 4 grote blokken die we hebben genoemd, waar we meer kunnen doen dan we tot dusver gedaan hebben. Het eerste blok is de toegang tot het commissariaat. En een van de aanbevelingen die we daar doen, is zeggen, er zou eigenlijk altijd een openbare werving moeten zijn voor een vacature in de Raad van Commissarissen. Dat is al goede praktijk bij heel veel corporaties, maar sommigen doen dat nog niet. En wij denken dat het in de governance code moet, om te zorgen dat iedereen dat daadwerkelijk toepast. Het tweede onderwerp is, hoe zorg je nou dat mensen kwalitatief goed zijn als ze binnenkomen en beter worden en nog meer leren? En onze aanbeveling daar aan de VTW in eerste instantie is ervoor te zorgen dat een systeem van permanente educatie is. Als je VTW-lid bent, toezicht houdt bij woningcorporaties, heb je de verantwoordelijkheid om jezelf te blijven scholen in datgene wat nodig is om die functie goed uit te oefenen. Dat zou in eerste instantie de VTW kunnen doen, maar wij zien ook wel dat dat eigenlijk in de toekomst
meer algemeen verbindend zou moeten zijn voor commissarissen bij woningcorporaties. Het derde gebied is de evaluatie. Voor mij is dat wel het gebied wat misschien nog wel het meest wezenlijk is, dat de raden van commissarissen met hun besturen regelmatig moeten stilstaan bij de vraag, hoe doen we dingen nou? Doen we dingen goed? Zijn er zaken die we niet zien? Dat is de lastigste vraag. Je weet niet wat je niet ziet. Maar door er met elkaar over te praten, worden de beelden daarvan duidelijker. Een aanbeveling die we daar doen is dat je tenminste eens in de 2 jaar zo'n evaluatie met een buitenstaander zou moeten doen. Om de evaluatie objectiever te maken, ook wat minder vrijblijvend te maken. En het iets meer ook te kunnen vergelijken met wat anderen doen. Zodat je beter beeld krijgt, maar hoe staan wij er nou eigenlijk voor? Het laatste onderwerp, het vierde thema, is verantwoording. Het is ook voor commissarissen van woningcorporaties cruciaal dat zij zich verantwoorden naar de samenleving, naar belanghebbenden, naar de externe toezichthouder in hun functioneren. Wat ik heel mooi vind is dat de VTW als een soort thema voor commissarissen bij woningcorporaties heeft gekozen, de aanspreekbare commissaris. En dat draagt een notie, of drukt een notie uit die denk ik wezenlijk is. Je moet bereid zijn antwoord te geven op de vraag, hoe doen jullie dingen? Waarom heb je de keuzes gemaakt zoals je die gemaakt hebt? Wat ik wezenlijk vind, en dat stond in de eerste governance code ook, is dat ook commissarissen aanwezig zijn, betrokken zijn bij verantwoording aan belanghebbenden. Dat is in de herziene code eruit gehaald, alsof dat alleen een primaire taak is van het bestuur. En wij zeggen nu opnieuw, nee, dat moet weer terug. Commissarissen moeten meedoen met de verantwoording van belang aan belanghebbenden en moeten horen wat er in het veld leeft, want dat bepaalt waar ze toezicht op moeten houden. Het is cruciaal dat ze dat zelf horen en niet alleen van het bestuur horen. En zelf ook meedoen aan die dialoog. Met inachtneming van de juiste rollen van bestuur en commissaris, maar wel meedoen. En tenslotte ook je willen verantwoorden naar de externe toezichthouder. Wij denken, en we hebben ook een aanbeveling gemaakt, dat het relevant is dat de externe toezichthouder tenminste eens per jaar zijn gesprek heeft met een delegatie uit de Raad van Commissaris. Om ook hen te vragen, hoe vinden jullie dat het gaat? Waar kijken jullie naar? Wat vinden jullie wezenlijk? Wat zijn dilemma's waar jullie mee worstelen? Dat het niet alleen het gesprek tussen bestuur en de externe toezichthouder is. Ik denk dat dat de hoofdmoot is van ons advies. En een vrij breed en misschien niet helemaal compleet, want hoe kun je alle aspecten van de toezichthouder goed vangen in zo'n advies? Dat gaat niet, maar wel een vrij compleet beeld geeft van waar het over gaat als je de kwaliteit van toezicht wil verbeteren. Moeten die aanbevelingen dan ook worden opgenomen in de governance code? Ja, van een aantal aanbevelingen hebben we gezegd dat zou je moeten opnemen in de governance code. Dat zou uiteindelijk ook verder moeten gaan naar algemeen verbindend verklaring, denken we. Alleen ons advies is ons gevraagd door het bestuur van de VTW. We hebben advies uitgebracht aan de VTW. Het is niet de VTW zelf die alleen kan bepalen wat wel of niet in de governance code komt. En al helemaal niet wat algemeen verbindend verklaard wordt. Maar dit zijn wel de kernelementen die daartoe bijdragen. En als het advies door de leden wordt overgenomen, wat zou er dan volgens jou mee moeten gebeuren? Mijn verwachting zou zijn dat VTW samen met EDES hier nog eens goed naar kijkt. EDES heeft ook zijn eigen gesprekken en gedachten over versterking van governance bij woningcorporaties. Dat men ook gezamenlijk met de minister bepaalde elementen hieruit bespreekt die relevant zijn ook in de regelgeving die hij wil aanpassen met de herzieningswet en andere voorstellen. Om te kijken hoe kunnen we nou deze elementen kracht geven. Is het inderdaad beter dat eerst de VTW maar eens wat ervaring opdoet met permanente educatie en daarna algemeen verbindend verklaren. Om daar goed gezamenlijk te kijken wat de planning zou moeten zijn. Dankjewel Jaap. Heb je nog een boodschap mee voor de leden? Of? Ja, ik heb wel een boodschap, niet zozeer een aansporing. Wat ik heel mooi vind aan de VTW, en dat heb ik jou en de VTW in het verleden ook altijd gezegd, dat er een hele serieuze poging wordt gedaan om kwaliteit van toezicht echt goed te maken. Dat zie je, jullie doen veel meer je best, laat ik het zo zeggen, in expliciete zin, dan je bijvoorbeeld in het bedrijfsleven ziet. Daar is misschien ook wel aanleiding toe, want er moet veel gebeuren en de ervaring met toezicht is nog niet overal heel goed. Maar wat ik prachtig vind om te zien, dat jullie ook weer de vraag voor een geschiktheidstoets daadwerkelijk laten uitzoeken. Wat vinden we daar nou van? En wat zijn nou concrete stappen die we wel kunnen zetten om nog weer een verbeterslag te maken? Daarmee denk ik eigenlijk dat de VTW een leidende organisatie is in het gebied van toezicht bij maatschappelijke instellingen. Heel goed. Dankjewel Jaap voor deze mooie inleiding. Dit is een hele goede start voor de bespreking die wij nu gaan voeren met de leden.